Eimond Nieuws is te gast bij het Lucas Schilder in Beverwijk. Lucas Schilder. Rob Uilings, jij bent voorzitter van het Lucas Schilder. Waar komt de naam Lucas Schilder vandaan en wat betekent het? Nou ja, het is eigenlijk al een hele oude naam. Uit de 18e eeuw stamt dat al. De gilders, met name de kunstenaars, beeldende kunstenaars, die hadden dus een patroonheilige en dat was Sint Lucas. Dus wij vinden het een hele logische naam voor onze vereniging van amateurbeeldende kunstenaars om Lucas Schilder te heten. En je hebt Lucas Schilders in heel Nederland, hè? Ja. Haarlem, ja. Amsterdam enzovoort. Ja, onze website heet dan ook Lucas Schilder Beverwijk. En hoe lang bestaan jullie al? We zijn al een heel oude vereniging. We bestaan al sinds 1947. Ooit opgericht door Cor Heek, een Amsterdamse kunstenaar die toen naar Kastrikum is gaan wonen. En welke specifieke onderdelen doet het Lucas Schilder? Geeft het cursussen? Ja, we doen van alles. We hebben onze vaste dagdelen waarin we begeleid worden, de leden dus van het Lucas Schilder, begeleid worden door professionele kunstenaars die regionaal, maar soms zelfs landelijk en internationaal bekend zijn. En dat is heel prettig natuurlijk. En dat is tijdens de dagdelen die we hebben in onze eigen ateliers. En verder hebben wij door het jaar heen eigenlijk elke maand ook een workshop van een aantal avonden die wij geven voor leden, maar ook voornamelijk voor niet-leden. En de mensen die de cursus willen volgen, lid willen worden van het Lucas Schilder, die gaan eenvoudig beginnen en gaan steeds meer de diepte in. Hoe werkt dat? Ja. Iedereen is welkom, want eigenlijk zeggen wij ook altijd van alle mensen kunnen tekenen en schilderen. Op elk niveau, je stapt op een bepaald niveau in. En die zien zichzelf in die maanden dat ze dan bij ons zijn, en zeker in de periode daarna ook weer, elke keer stappen vooruit maken. Want dat is het, hè. Lucas Schilder heeft veelal tentoonstellingen, al jarenlang. Ja. En in deze maanden is er een aparte tentoonstelling. Welke? Ja, nou ja, dat is de tentoonstelling Water. Wij exposeren elk jaar en in de Grote Kerk in Beverwijk rondom kerst en in de maanden april en mei in het gemeentehuis, ook al in het vorige gemeentehuis. En dit jaar hebben we gekozen voor het thema water. Waarom? Nou, eigenlijk wel logisch. Kijk, water is natuurlijk de eerste levensbehoefte voor een mens. Ik neem aan dat bekend is dat de mens al voor meer dan 70% uit water bestaat. Maar wat minder bekend is, die hersenen zelfs voor bijna 90%. En water is natuurlijk in Beverwijk. Wijk aan Zee is gemeente Beverwijk, grenst aan de Noordzee. En heeft dus ook alles met water te maken. De haven van Beverwijk. Dus kortom, water speelt in deze regio, in de Eimond. Het woord zegt het al, de monding van de Ei. Een grote rol. En wij vonden het wel een goed thema. En kun je merken dat de leden van het Lucas Schilder hier extra inspiratie uit vinden? Ja, wij kiezen al jaren voor een thema, en nu het thema water, omdat mensen heel verschillend werken. De ene werkt het liefst met houtskool, de tweede met krijt, de derde weer met acrylverf, de vierde met olieverf. En als je een thema kiest, dan bindt dat. En dan krijg je, zoals deze expositie ook laat zien, dan krijg je toch een bepaalde eenheid in dat verhaal. Rob Uilings, je maakt de mensen heel nieuwsgierig. Ja. De expositie is in Beverwijk Stadhuis. Tot wanneer? Tot 30 mei. Dan zijn mensen welkom tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. En nog even over het lid worden van het Lucas Schilder. Kan iedereen zo lid worden van jong tot oud? Ja, mensen kunnen zo binnenstappen. Mensen kunnen gratis gewoon een keer of twee gewoon komen kijken. Wij hebben dan materiaal, dus papier en verf en doek om eens te kijken of het wat voor je is. Mensen kunnen ook een knipkaart kopen, dat ze zeggen, nou, we willen eerst eens gewoon eens een aantal keren kijken en dan kijken we daarna wel of we lid willen worden. Maar zo zijn heel veel mensen begonnen als talent, ja. Denken talent te hebben. Zijn er ook talenten doorgebroken? Ja, er zijn een paar talenten doorgebroken. Er hangt bijvoorbeeld kunst van Gertenbach in het museum Voorlinden. Nou, dat is toch ook al een succes. Die is professioneel kunstenaar geworden. Maar we kennen hier ook plaatselijk een aantal professioneel kunstenaars die eigenlijk voortgekomen zijn uit het Lucas Schilder. Dus, dames en heren, onbekende talenten kunnen landelijk, internationaal bekend worden. Word lid van het Lucas Schilder. Ja, en voorop staat natuurlijk, dat moet ik toch niet onvermeld laten, het is ook het plezier erin. Hè? Het gaat niet om de prestatie, het gaat erom dat je er plezier in hebt. En nogmaals, op welk niveau je ook instapt, dat maakt niet uit. We hebben ook de afspraak met exposities dat
Elk lid, maakt niet uit op welk niveau, maar elk lid die een werk inlevert, hangt met minimaal één werk in de expositie. Daar gaan we geen onderscheid in maken.